Een goede morgen. Ik ben nog steeds in een vreemd huis. Ik ben nog steeds in Rotterdam. En ik vermaak me wel. Ik heb heel geslapen. Op de bank. Het zijn allemaal vreemde geluiden natuurlijk. Ik dacht echt hier dat ik op rijden was in de trein. Zo'n geluid maakte het. Dus. Maar ik vermaak me prima. En ik zag toen net toen ik de gordijnen opendeed dat het zeer mistig was. Dus ik. Ik ga vanmiddag naar huis. Dus, ik neem u weer mee, want ik kan een cameraatje niet inladen. Ik heb de rest van de week geen opnames meer maken. Wat heb ik ons ontbijt? Ons ontbijt heb ik twee crackers met gegrilde kip met bieslook. Wat gaat voor even de rest van de dag doen? Nou, ik ga weer richting home. Ik zie wel hoe laat ik thuis ben. Mijn gast hier ligt nog te slapen, daarom praat ik niet zo hard. Ik moest wel gisteren een lach om die groentegrot. Nou zeg ik het in één keer goed. Maar het is wel mooi. Maar vreselijk duur. Ik had twee bakjes met kruiden gekocht. En voor 7 euro. Ik heb gisteravond ook, die moet u zeker zien, als u in Rotterdam woont, of omgeving, of gewoon van een leuke film haalt, de Marathon. Prima film. Het is een lach en een traan. Ik heb echt gelachen en ik heb een beetje een traantje weer zitten pinnen. Dus. Maar ik wil voor het voetbalgeweld wel weer naar huis, want vandaag is ook hier Feyenoord Ajax. En ik weet niet of die hooligans iedereen staande gaan houden. Ik heb geen Ajax kleur aan, dus, en ook geen t-shirt met I Love Amsterdam. Dus, ga ze maar even lekker naar huis. Ik zie u later. Ik ben nog steeds in Rotterdam. Ik ben hier bij de beroemde Kas binnen in de stad. Het ziet er wel grappig uit, maar ja, het is een beetje zweverig en zo, dus. Dit is dinges. Ik loop even daar. Ze hebben hier ook van die kraampjes met biologische zelfgeteelde groenten, waaronder tomaten, paprikaatjes. En hier nog veldgroenten zoals pompoenen, appels, eikensla en vier soorten bieten. Dus. Het is allemaal wel heel grappig. Dit is het uitzicht waar ik op kijk vandaag. Tenminste vandaag, over een uurtje ga ik richting Zaanstad. Dus, maar dit is richting zee, eindje zwemmen nog, dus een heel mooi uitzicht en er ligt nog een oude schuit. Ik zou mijn oude schoenen nog eens meegeven, maar het ziet er leuk uit. Goedemiddag, ik ga naar de lunch en daarna ga ik richting Zandijk. Wat eet ik voor de lunch? Nou, even een beetje eiwitten, want dat kwam ik wel een beetje tekort eigenlijk het afgelopen lopen weekend. Dus, en wat heb ik als lunch? Nou, vertel Robert, vertel. Dat is een omeletje met kaas en een kopje thee. Nou, ik word hier prima verzorgd, dus ik zie jullie vanavond. Of in de trein. We zien het ook.
En dit is de andere kant van het huis. Het uitzicht. Sorry, ik heb even de hik en ik moest een boertje laten. Martijn hebben we net afgezegd. Ik ga weer terug naar huis. Dus met deze trein. Ik ben nu op station Sloterdijk. Dat is de laatste trein die ik moet hebben. En die gaat me zo over dan 20 minuten. Goedenavond, we zijn weer bij het item. Hoe heet het? Van wat eten we vandaag? Nou, vertel erop. Wat eten we vanavond? Nou, we eten vanavond zoete aardappelkoekjes. Met biefstuk. En nog een groente. Groente weet ik nog niet. Ik heb genoeg in mijn ijskast liggen. Ik denk dat het broccoli wordt. Wat heb je nodig voor de zoete aardappelpannenkoekjes? Nou, dat heb je voor nodig. Het woord zegt het al. 1 zoete aardappel. Ik had 1 zoete aardappel, maar die was bijna een kilo. Dan neem je er een, 250 gram zoete aardappel. Een klein courgette. Aubergine. En wat zout. En kruiden. En kruiden. En dat rasp je. Je rasp er alle twee. Je mengt het even door elkaar heen. En dan kan het in de pan. En dan moet. Je kan het koken in de olie. Olijfolie, andere dingen. Maar ik gebruik altijd kokosolie. Dat is het. De meest verzadigde vetten zitten daarin. Dus het is prima om mee te bakken. Dus, u hebt het biefstuk nog niet gezien, maar die moest ik even ontdooien. Hier is de biefstuk ook. Die is ontdooid. En die ga ik zo meteen lekker bakken. En een beetje rauw. Dus, nou, dat was het. Er is geen recept van, ik heb geen recept van alle handen die of zo. Die komt uit een blad, mussels en nog wat. En zoals jullie weten, die spierbonken die letten ook allemaal op de calorietjes. Dus er mag geen geintje vet van zitten. Ja. Goedenavond, we zitten weer aan tafel. En ja, ik heb twee dagen achter de rug naar Rotterdam. En dan zag ik dat mijn clubje gelijk had gespeeld tegen die Rotterdamse club. Dus dat scheelt weer. Wat heb ik gedaan vandaag? We zijn een beetje Schiedam doorheen gereden. En wat leuke dingen gefilmd. En ja, ik... Ik ben een beetje moe, dus ik ga lekker vroeg te bed. En dan, wat eet ik vanavond? Nou, ik heb zoete aardappel pannenkoekjes gemaakt met broccoli en een biefstukje. Want anders klinkt het zo Amsterdams. Ik ben gewoon moe. Morgen weer volop trainen. En dan ga ik al lekker vroeg naar bed. En u ziet me morgenochtend wel weer. Anders wordt het filmpje zo lang. En het spanningsveld bij sommige mensen is maar 8 minuten. Dus dan missen ze misschien net niet. Dus ik wens u een prettige avond. Wat ga ik kijken? Nou, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Misschien ga ik wel helemaal niks kijken. En dan ga ik even lekker zitten lezen.
maar ik kijk in ieder geval niet naar de VARA TV, oftewel de PvdA TV. Daar heb ik echt niet naar zitten kijken. Dus. Nou, ik wens u een prettige avond.